Hallo, leuk dat jij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals jullie kunnen zien gaan we weer een video, gaan we weer een nieuwe game spelen. Het heet Planet Crafter. En je moet dus zorgen dat je dus ja, de planeet weer weet om te bouwen. Dat die ja, jouw planeet wordt. Ik ben ondertussen al een beetje bezig geweest, een beetje uitzoeken hoe of wat. Ondertussen tier 2. Backpack of een zuurstoftank gemaakt. Ik ben drill gaande, dus langzaam zal ik waarschijnlijk steeds meer ontlokken. Straks bij de 250 komt er weer iets. Dan komt er bij de 300 straks hierboven weer iets. En dan gaat het waarschijnlijk even heel lang duren. Dan heb ik nog 0,40 dat ik dus tot mijn beschikking heb. Maar wat wil ik weer nu gaan maken? Ik ben even kwijt. Heater generate seed. Nee, ik wil deze hebben. Daarvoor moet ik wel kijken een beetje uitbouwen. Ik vind het wel vervelend dat je continu opnieuw het ding moet selecteren wat je wil bouwen. Mijn vocht is bijna op. Even zuurstof bijvullen. Dan gaan we hier naar beneden weer. Naar mijn potje. Want hier heb ik nog water liggen. Dan heb ik ook nog eten. Zodat ik nog wat eten in mijn eigen inventaris had. Oké. Okay. Kunnen we die even omwisselen? Oh ja, ik heb mijn mouse sensitivity behoorlijk hoog staan. Als ik die wat lager zet, dan loopt het niet zo lekker in het spel. Moet meerdere halen doen. Ik toch minder. En dan gaan we maar even op zoek naar iron. Ik heb ondertussen dus een wat groter zuurstoftank. Dus ik kan wat verder zoeken nu weer. Dan eerst. Oh hier, dus iron. Ook iron. Nee man, ondertussen de kobold ook maar mee. Titanium mag mee. Het gaat voornamelijk om de armen even op het moment. Ik die even allemaal mee wil hebben. Daar kan ik veel mee doen nu. En moet ik ook veel mee doen. Ah, ik krijg toch dadelijk wel weer mijn zuurstofwarning. Hoe zit mijn elektriciteit nu? 0,05. Available, maar... Ik zorg toch wel dat we omhoog gaan. Bij de 1,0 krijgen we een indoor ladder. Kijk, dan gaat die TI gaat sneller dan die pressure, omdat die krijgt van allebei. Dan wil ik dit station wil ik hier naartoe verplaatsen. Even kijken, heb ik hier dan nog iets specifieks? Nee. Het is dan puur even wachten nu. Dan zie ik jullie zo wel weer terug.
Zo, daar zijn we dan weer terug naar een ontiegelijk lange timelapse. Ongeveer een half uur of zo. Timelapse heb ik ervan gemaakt. Maar zoals jullie kunnen zien, heb ik ondertussen lekker een beest opgebouwd. Waarin ik prima kan verblijven voorlopig. We krijgen wel een probleem met voedsel. Daarom heb ik dus ook nu op het laatste moment in één keer superveel ingezet op oxygen. Om dus die food growers aan de gang te krijgen. Om zo snel mogelijk dus dan eten te krijgen. Daar ben ik dan nu voornamelijk mee bezig en dan ja, gaat alles gewoon zijn gangetje. En dan zullen we op een gegeven moment wel meer krijgen. Ik zal eens kijken, wat kost die? De 2. Even kijken. Die heb ik volgens mij nog wel liggen, dat spul allemaal. Om dat te maken. Kijk, hier kan er nog in liggen. Fabric, bean seeds en seeds. Hier liggen allemaal oxygen en waterflessen. En we die, dan de aluminium. De iron kan ook eerst. Aluminium ligt hier in het midden. En dan een silicon. Ik moet straks wel weer een run gaan doen qua spullen. Want het begint op te raken weer. Nou, de heater staat. Oeh, stroom gaat in één keer zwaar naar beneden door dat ding. Maar gelukkig geeft het wel weer wat heat erbij. En weer onze drills ook nog. Oh, wat gebeurt er? Volgens mij had ik niks in mijn inventory. Oh, ik had wel iets in mijn inventory. Wat dan? Ah, ik had dus wel iets in mijn inventory. Maar dan zie ik jullie wel weer bij de volgende video. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later.